Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remes. Mijn naam is Bea. Eindelijk. Zat het door. Wat gaan we extra zeggen? Gewoon. We gaan nu lekker ontbijten. En ja, schat, ik doe dat meestal begin van mijn vlogs van een duimpje omhoog, bla bla, dit en dat. Dat sluit ik alleen nog maar mee af. Gaat dat lukken? Heb je het dinges? De matje die ligt hier al klaar. Ik ga de kommetjes halen. Nee, ik ga de kommetjes halen. Voor, ja, we gaan dus lekkere ontbijtgranen eten. Nee, ik ga de tassen nemen. Ah, ze gaat de tassen nemen. Voor de koffie. Mijn schat gaat iets van, ook van choco eten. En ik kan ook. Choco Pops. Ik ga niet de echte merknaam zeggen. Dus Choco Pops ga ik eten. En Choco Crips. Dat is zeer lekker. Ik ga nu ook nog de melk nemen. Sorry, schat, maar ik wil dat je in deze tas drinkt. Sorry. Ik lig al onder de sloep. En zo morgens vroeg. Dat is wel waar. En mensen, ik kan jullie ook één ding iets zeggen. Er is eentje jarig, hoera, hoera. Mijn vader is vandaag jarig. Gelukkige verjaardag, papa, ook via deze weg. Wil ik je een geweldige, maar ook echt een geweldige verjaardag toewensen. Maak er een leuke dag van. En ja, we gaan er ook zelfs om 14 uur gaan we daar ook langs naartoe. Dus we gaan nu zelfs eerst gaan we nog lekker eten. Ah, jij hebt al een kaartje voor je papa. Moet je die, moest je die niet inkleuren? Ik ga die inkleuren zo snel mogelijk. Ah, ze gaat die inkleuren. Wil je daar een timestampje van hebben? Of niet? Jij mag beslissen. Voor een video? Ja. Jij moet beslissen. Liever niet, want dat is toch delicaat. Oké. Okay. En dan ben ik bang dat ik het verkeerd doe. Oké, okay, bij deze. Dat is niet erg. Dus we gaan zelfs nog even naar mijn papa toe. Ik ga ook nog even naar de winkel toe. Ook om nog iets te kopen voor mijn papa. Dat is een kaartje. En in dat kaartje steek ik altijd geld. Maar hoeveel? Dat zeg ik niet. Ik dacht dat ik die kaartje van papa ging inkleuren. Ah, oké. Okay. Dan hoef je geen te kopen. Ah, zo bedoelt je. Oké, okay, ja. Als jij het goed vindt. Ik vind dat heel goed. Anders doe ik het niet, hè. Ik vind dat wel goed, ja, ja. Dus we hebben de melk, we hebben soeplepels, ja, koffielepels, ja, check, check, check. Suiker, stond al op tafel. Niet gelijk. Niet gezien. Deze is ook open. Zit hier nog in? Eens even kijken. Oh ja, hier zit ook nog in. Ja, hier ook. Oké, okay, ja, dan moeten we die heel snel allebei opmaken. Allee mensen, we gaan eens lekker eten. Dus tot straks, kus. Tot straks. Oh, wat zeg je? Tot straks. Oké. Okay. Zo mensen, ik ben nog even naar de Carrefour aan het rijden, want we zijn nog iets vergeten. Bea is even niet bij mij. Die is thuis gebleven, dus die gaat ook al eten, want ze had honger. Ja, ik heb ook eigenlijk honger, maar ja, maakt niet uit. We zijn ook terjuist nog naar de OK geweest om daar onze warm eten te kopen. En dan zijn we beleg vergeten voor op, bij ons op de brood. Ik zie dat ik erop uit kan. Maar ondertussen zijn we ook dan... hoe is onze dag al geweest? Dus wij, het is nu al 3 uur. Dus we zijn eerst naar haar mama gegaan. Want haar mama moest ook gaan winkelen. Dus die heb ik even naar de winkel gebracht. Naar de Spar. Normaal gezien ging ik dan rechtstreeks doorrijden naar Moeke toe. Om haar naam dan daar ook te laten inschrijven in de envelop. Ik kan het jullie jammer genoeg niet laten zien. Want het ligt nu bij mijn ouders thuis. We hebben daar een hele mooie tekst in geschreven. Ik en Bea. Dus dat is heel goed terechtkomen. Dus... eerst naar mama. Maar, en dan van haar mama eigenlijk naar Moeke toe. Maar dat is niet doorgegaan. Dan van haar mama naar
de winkel, van de winkel terug naar haar mama zijn thuis toe. Haar mama dan af, terug afgezet. En dan van haar mama doorgereden naar het gezette winkelke. Voor een kaasje gaan te kopen. Hebben jullie dus nu ook wel gemerkt dat ik even aan de kant moest gaan staan? Ik kon niet oversteken. Omwille van de anonieme politiewagen. Yeah! Woehoe! Even de keuken als hier ergens plaats is. Nee. Ja, nee. Toch niet. Nee. Het wordt weer op buiten parkeren. Jee. Stik over dat ik kan gaan parkeren. Hier ook al niks. Allee, dat meent je toch niet? Oh, sta ik bij de laatste parking wat er nog vrij was. Jesus Christ. Het is nu ook weer al mondmasker aan. Maar dat is de hare. Fuck. Dat is de mijne. Voilà. Oei. Voilà. Leg ik mijn mondmasker aan, ja. En dan gaan we op terug naar de winkel binnen. Om tuinkruiden gaan te halen. Voor dus wat beleg voor op de brood. En ik wacht, dan mag ik bij de brood eten. Dat ga ik ook nog dan te goed eens nadenken. Dan komt dat wel in orde. Hoop ik. Oei, er staat nog één winkelkaartje. Eén winkelkarretje. Nee, nog twee. Oef, dat heb ik gelukt. Yes. Allee, ik zie jullie trouwens, dus ik ga even inkopen. En het duurde. Nogal. Ja. De kassa had wat problemen. Moest geholpen worden. En dat heeft redelijk wat tijd gekost. En ik zeg het u. Overal stonden ze echt met rijen aan te schrijven, wel met winkelkarken, dat weer wel. Maar nu wil ik zo snel mogelijk terug naar mijn schatje toe, want ik wil eten. Weet jullie dat? Jullie zien het wel, ik heb mijn mondmasker aan, dus ik ben heel veilig. Ja, goed. Go. Dat ik op amper 5 minuutjes tijd bij mijn schatje ben. En ja, dat betekent dat ik mijn gordel nog niet aan heb. Ik ben nog niet van een privéterrein af. Oh. En dan ga ik hier nog niet eens direct over. Allee, daar blijft mijn volk aankomen. Come on, dan wil ik me nog bij zijn. Moet ik even over mijn limiet gaan. En ik ben er nog bij. Het was nog groen ook nog. Ik ben maar 10 km per uur over mijn limiet gegaan. Dus ik heb 60 gereden waar ik maar 50 mocht. Even toch sneller bij mijn schatje te zijn, wat ik toch allemaal doe hè, voor mijn schat. Bij deze. Voilà. Ik kom bijna aan bij mijn schat terug thuis. Eigenlijk mijn thuis. Oh mannetjes, ik heb honger en nu is het al 4:30. Oh mannetjes, ik heb deze middag nog niet gegeten. Dan wordt het hele late avondeten. Oh Jezus Maria.
Ja, ja, ja. Ik heb klagen. Zou ze nog copyright claim? Zat ze aan de raam te wachten? Nee, ze staat niet aan het raam te wachten. Jammer genoeg. Voilà, goed aangekomen. Ik ga mijn mondmaskers nu terug gewoon uitdoen. Voilà. Het eten nemen. Handrem op. Papa, je dat ze biedt. Zo te kijken als ze aan het kijken is. Ze is niet aan het kijken. Jammer genoeg. Voilà, ze. Ik heb de eten. En dan nog gauw de auto sluiten. Voilà. En weet je wat ik eens ga doen? Ik ga eens anders er binnen geraken. Kijk, 04, hè. Dat is mijn bel. Kijk, hè. 3, 2, 1, nu. Niet. Dan wordt het niet. Ja. Ja, ik zal hem eens bellen. Nee, het gaat niet. Ja, nu wel. Goed hoor. Ik ben een moeilijke inbreker. Een hele moeilijke inbreker. Voilà. Just, die is nog open. Voilà. En ik weet niet waar mijn schat is. Godverdomme, zat ze achter de computer. Zat ze gewoon achter de computer. Verschrok ik niet. Ja, schat, voilà. Ik kan nu mijn eten opwarmen. Kijk eens, tot straks. Ik heb mijn eten lekker opgegeten. Mijn balken in tomatensaus. Ze zijn allemaal op, schat. Dus ik kan ook allerlei dingen, verkeerde dingen zeggen tegen haar, maar dat doe ik niet hoor. Maar dat hoort ze toch niet. Hoor je echt niks? Oeh, je weet dus niet wat ik allemaal heb gezegd in 30 seconden tegen u. Mm-hmm. Oeh, dan moet je de vlog terug gaan kijken. Oef, niet doen. Alles wat ik hier heb gezegd is niet waar. Ik geloof het niet als je dat zo zegt. Ik ga muziek verder luisteren, ofwel zeg je het nu, ofwel luister ik verder muziek. Mijn hoofd moet wel een beetje rustig blijven. Oké. Okay. Ik ga nog even werken op mijn Discord-server en dan dan gaan we even naar onze knollen al kijken, goed? Een stuk tv, noem maar op. The Road Trip is. En binnenkort is het zover, hè? Ik ga het hier nog een keer eens zeggen, want het wordt niet meer in de media gegooid. Ja, Enzo Knol staat als eerste in de wachtrij voor te ontsnappen bij Stuk TV. Want Enzo Knol heeft één keer meegedaan met zo'n opname het jachtseizoen. En dat komt binnenkort echt waar op Stuk TV. Dus dat is nu de allerlaatste aflevering van de Road Trippers. Later. Ja. De roadtrippers. En dan komt dan de jachtseizoen terug. Dus wat heel leuk is. Joepie, kan jij.
Dus dan weten jullie dat ook. Dus. En zo knolnieuws. Jawel. Schat, wat moet ik hierop zeggen? Wat hè? Denk je dat Dimi met andere meisjes of jongens seks? Want hij doet dit wel heel graag. Dus hij moet toch ergens zijn seksje lossen. Mensen, ik kan jullie ook één ding zeggen. Zo vragen horen niet thuis op de chat. En ik kan sowieso al één ding ook zeggen. In het openbaar, waar mijn schat nu bij is. Ik bedrieg u niet. Dat weet ik, maar wat moet ik daar nu op zeggen? Ik weet niet. Hij doet dat niet. Punt. Ja, ik ben even aan het kijken wat ze gaat zeggen. Dus, ze heeft nu geschreven, dus ja, dus van Paul 8 jaar Pokémon Go. Heeft dan geschreven, Bea, en denk... En zo vragen stellen jullie niet. Maar, voilà. Allee, hoe zeg je dat? En zo vragen willen we niet meer krijgen. Dus, ik kan nog eens even zeggen, Paul 8 jaar Pokémon Go. Bea, denk je dat Dimi met andere meisjes of jongens sekst? Want hij doet dit wel heel graag. Dus hij moet toch ergens in Saske lossen. En dan, Tommy is er dan ook nog even geschouwd ertussenin gekomen voor alleen dat Bea kon antwoorden. Wow, dat is wel heavy. Sterkte Bea, dat is niet zo simpel. En dan mijn schatje, hij doet dat niet. Hij geeft om mij en wil me daarmee niet kwetsen. En zo vragen willen we niet meer krijgen. En dan zegt Tommy, ik hoop dat hij dat niet doet. Ik zou er niet tegen kunnen dat hij jou zou bedriegen. Ik doe niet mee aan bedriegen. Paul, 8 jaar Pokémon Go. Hij zat toch wel al eens vaker op bullshit naar mannen te zoeken? Ja, dat klopt, maar nooit uitgenodigd. Bij deze. Tommy, bedriegen bedoel ik, wat is bullshit? Bullshit is waar alleen maar jongens of waar koppels op zitten. Die achter seks zoeken. Punt. Wacht, hè. Paul, 8 jaar, Pokémon Go. Heb je bewijs dat je hiermee is gestopt? Een site om mannen te ontmoeten om te seksen. Tommy, amai. Dan Paul, 8 jaar, Pokémon Go. Dimi zat daar toch vorige maand nog vaak op. Tijdens zijn relatie met Bea. Amai, ja. Maar dat is allemaal besproken geweest. Dit is wel niet zo goed, hé. Paul, 8 jaar Pokémon Go. En daarvoor had hij zelf nog contact met zijn ex tijdens de relatie met Bea. Dan Tommy. Dat ook nog. Dan Pokémon Go. Yup. Dan Tommy. Bea, wat vind jij hiervan? Mensen... Wacht even, want ik probeer ook nog te typen en kan me niet concentreren. Oké. We willen gewoon een gezellige chat... En onze relatie is ook goed. Klopt. Punt. Dus zij heeft dan geschreven... mensen, wij hebben dit uitgesproken en willen gewoon een gezellige chat. En onze relatie is ook goed. Dat klopt. Want ik hou echt zielsveel van haar. Ik wil haar niet bedriegen. Ik wil haar niet kwetsen. En dat weet zij ook... Want wij bespreken dat ook zelfs met onze begeleiders. Waar of niet? Ja. Dus als mijn vriendin, dus dat van Tommy, dus als mijn vriendin mij zou bedriegen, ja, wat dan? Ja. En dan zegt Tommy, maar ja, het is toch gezellig, er is toch geen ruzie, we spreken gewoon over verhalen enzovoort. Paul, 8 jaar, Pokémon Go. Als hij met een man wil afspreken. Ja, dat klopt. Dan Paul, 8 jaar, Pokémon Go, gewoon wat gevoeligere vragen, maar daar kunnen Bea en Dimi niet tegen, dus ik zweeg wel. Tommy, het is toch niet erg om hierover te praten dan Bea opnieuw?
Ik heb heel hard zitten twijfelen of ik hem wou en toen hebben we het uitgepraat en ja, hij zat op de bullshit, maar hij blokkeert als hij met een man wil afspreken. Klopt. Dan Tommy. Als alles is uitgepraat, maar hij zit er wel nog op dan? Nee. Pol Artia Pokémon Go. Hij vond het wel nodig om aandacht te zoeken van mannen. Maar kijk, Bea vindt het oké. En het is uitgepakt, dus bij deze. Dan Tommy, bij deze, dat is goed. Iedereen gelukkig. Voilà. Ik heb even bij jullie de chat overlopen. Dimi met Bea en zijn bullshitters. Zit je nou op bullshit? Nee. Ik zit echt niet meer op bullshit, omdat we daar toch hebben over gesproken. Dus we hebben daar echt heel zware discussies over gehad, over bullshit. En ik hou mij ook aan de regel wat zij mij heeft opgelegd. Want ik wil daar niet meer. Punt uit. Bij deze ga ik jullie nu laten. We gaan dan nog straks even naar StukTV kijken. Naar Enzo Knol kijken. Naar... Wat komt er vandaag op VTM? Even kijken. TV-gids. Misschien iets heel leuks op televisie. Dat we kunnen kijken. België. Eens even kijken. De morgen gaan we op die website gaan we kijken. Akkoord. Eens even kijken. Wat er vandaag op is. Oh, vandaag is er ook nog witsen op. Ziet jij daar graag witsen? Amai man, het programma Huizenjagers komt 1, 2, 3, 4 keren op, amai. 4? Ja, 4 keren. Zeg, ziet jij witsen graag, schat? Nee. Oké. En vandaag, welke film speelt er vandaag op VTM? Instant Family. Dat is dus, Eileen en Peter willen graag een gezin stichten met behulp van adoptie. Ze voelen zich erg menslievend, tot ze thuis met 3 driftige kinderen zitten. Het is nu taak om uit te zoeken hoe ze hun kinderen die geen zin hebben om volwassenen te worden op te voeden. Acteurs Mark Wahlberg, Peter, Rose Byrne, Ellie, Activia, Spencer, Karen... Als Isabella Moner, Lizzie en Gustavo Escobar. Regisseur is John Anders. Maar dan zal ik ook nog wel de film ook zeggen wat er ook morgen gaat. Ah ja, en dan op 4 is het The Girl in Spider's Web. Maar ik ga... Wacht, hè. Hier staat nog... Ah, ja. Dan heb ik ook nog VTM 2. Daar speelt vandaag Baby Driver op. En The Last Castle. Maar ik ga daar allemaal eens zeggen wat er eigenlijk morgen speelt van films. Want dan is de vlogjes ook online gekomen. En dan, ja... Oké, s'avonds waar jullie dan ook naar s'avonds kunnen kijken voor films is... Even scrollen. Itila de Hun. Ah nee, wacht, ik zat verkeerd te kijken. Sorry. Casino Royale, om 9 uur s'avonds op VTM. Dat is een filmuur van 2 uur en 40 minuten.
Dat is een Brits-Amerikaanse actiefilm van Martin Cabell uit 2006. Geheimagent James Bond staat aan het begin van zijn carrière bij MI6. Zijn eerste opdracht leidt hem naar Le Chèvre, de bankier van internationale terroristen. Om Le Chèvre te stoppen moet 007 hem verslaan. Dit is een pokertoernooi in het befaamde Casino Royale. Het Britse ministerie van Financiën stuurt een medewerkster mee om over de inzet van het spel en het geld van de overheid te waken. Bond is eerst maar matig enthousiast, maar dat verandert wanneer hij de ravissante Vesper Lind ontmoet. Samen met Vesper stelt hij alles in het werk om af te rekenen met Le Lièvre en zijn handlangers. Deze komt op om 9 uur 's avonds tot en met 20 voor 12 's nachts. Bij deze, dat is op VTM te kijken. Dan heb je ook nog 4. Daar gaat de anderhalve meter show door. Dat is een serie, zie ik. Oké. Hebben die dan ook in een film? Is dit ook in een serie? Ja, dit is ook in een serie. Oké. Dan gaan we door naar 5. Eens even kijken of daar een film is. Nee, niet echt. Oké, dan hebben we VTM 2. Zou daar nu juist echt Frank Mona ergens tussen staan? Ah nee, toch niet. Ik dacht dat. Ook niet. Dat zijn allemaal series. Ja. Deze liedje vind ik heel mooi. Jeroen van der Boom werd de tijd maar teruggedraaid. Ja. Een heel mooi liedje. Ken je die? Nee. Hoe kun je dat dan zeggen dat die mooi is? Het gevoel. Ik vind die heel mooi, maar niet iedereen vindt die heel mooi. Dus je moet daar echt naar luisteren, dan weet je over wat het gaat. Ah, oké. Dat is in het Nederlands gezongen trouwens. Oké. Maar ik ga nog even verder. Dus op VTM 4 kunt je genieten van de film Lionheart. De Amerikaanse actiefilm Lion Cultier disserteert uit de Vreemdelingenlegioen in Noord-Afrika. Wanneer hij achterkomt dat zijn broer in Los Angeles op sterven ligt. Hij kan met een vrachtschip mee naar New York. Onderweg naar Los Angeles doet Leon mee aan illegale vredestraatgevechten om geld te verdienen voor het gezin van zijn broer. Daarnaast moet hij uit de handen zien te blijven van 2 legionaris die hem voor het gerecht willen slepen bij deze. Deze komt op VTM 4 op 18 oktober om 20 voor 9 tot en met 10:30. Dan hebben we nog VTM 5. Oh nee, VTM 3. Daar gaat Captain America First Avenger door. Ja, als film. Een Amerikaanse actiefilm van Joe Johnston uit 2011. 1942. Steve Rogers wordt om gezondheidsredenen afgekeurd voor militaire dienst. Vastberaden om zijn steentje bij te dragen aan de oorlog tegen Japan stelt hij zich kandidaat voor een geheim experiment dat hem transformeert in een ijzersterke supersoldaat. De overheid stelt hem in haar oorlogsagenda voor als Captain America, beschermer van Amerikaanse waarden. Zijn eerste missie laat niet lang op zich wachten. De mysterieuze nazorg Anastasie Hydra heeft duistere plannen. Deze komt op VTM 3 vanaf 8:55 tot en met 10:50 op VTM 3. Dan eens even kijken welke zenders we dan nog hebben. Nee, dat is het alles. Dus, ja.
Ik kan niet echt alles opnoemen, of anders ben ik morgen nog bezig. Bij deze. Ik ga ook de vlog beëindigen, schat. Dat is eigenlijk een goed idee. Nu al? Ja, nu al. Oké. Okay. Dan kunnen we zelfs naar Stuk TV kijken, op ons gemaakt. Nee, wij moeten nog eerst hierop antwoorden. Jij moet alles eens teruglezen. Er zijn vragen over Shift, over Danny, over... En ze willen de reden weten waarom ze hier... niet welkom zijn. En wel, waarom dat ze niet welkom zijn op onze nieuwe chat, dat is om ons tweeën te beschermen en ons rust te gunnen. Want die brachten echt geen rust in ons leven, hè, schat? Wacht, hè, Timmy. Dubbelpunt. Om ons te... En omdat... we de rust... ja, terug wouden. In ons leven. Ik ga ze even ook eens kijken als er wat vragen zijn gekomen. Oké, dus ik had gehoord dat er ook nog vragen waren van Shift Happens, bla bla bla, dat. Wat doe je alleen in de spraakkanaal? Zit je in de spraakkanaal? Nee. Oké, heeft Reagan ons nog altijd geen antwoord gegeven? Dat is wel jammer. Op jullie wachten. Ik dacht, een nieuwe mod al, dat is wel fijn. Maar die praat niet. Vindt die ons niet leuk? Ik voel me zo onzeker. Je moet niet onzeker zijn, Tommy. Dragon Master, dat is ook een mod die ook vroeger mod was. En die is dan even weg geweest. Ook van de pesterijen en al. Dat het ook niet meer goed ging op de chat en al. Daarom is hij ook dan vertrokken. Want hij werd ook aangevallen door mijn fans. En nu op de nieuwe chat is hij terug welkom. Hij is ook moderator. Hij heeft ook mijn hele Discord server terug in orde gebracht bij deze. Dan weten jullie dat. Omdat hij... Shift kwam vaak, maar die is gebannen. Met wie zat je anders te praten in de spraakkanaal vroeger? Ja, wel jammer van Shift. Als je alle fans achterlaat, moet je nu niet klagen dat er niemand komt praten. Waarom is hij gebannen? Om wel voor onze rust terug te geven in ons leven. Want die pushen echt ook veel. En die heeft ook een hele grote fout gemaakt. Want ik heb echt letterlijk en figuurlijk, want daar is zij ook getuige van. Ik heb 60 euro doorgestort na de Rode Neuzendag. Klopt, hè? Ik was even voor u. Ja, oké. Okay. Dat is zo gelijk. Ik heb ook die 6. Omwille van Shift Happens moest ik echt storten. En er werd eerst gezegd voor 15 oktober. Dat was de deadline. Maar het bleef maar pushen. Ik had al mijn 60 euro doorgestort naar de Rode Neuzendag. Daar is zij bewijs van. Dus ik heb echt gestort. Ja, ik ga direct daar ook voorlezen. Het is ook gestort, hè? Mm-hmm. Dus de Rode Neusdag is 60 euro rijker door mij. Bij deze. Dan heeft Shift Happens, heeft dan ons gepm dat dat echt een heel mooie geste was geweest. En hij ging ons terug 75 euro terugstorten. Maar, ik kan u één ding zeggen, mensen. Wij hebben dat die geld nooit of te nooit gezien verschijnen op mijn rekening. Dus daarbij heb ik ook echt heel zware twijfels over Shift Happens. Oké, bij deze. Eens even kijken. Kwam EXO ook niet vaak in de spraakkanaal en Boef en zo? Ja, EXO, die stukte echt iedereen op en al. Het was nog niet altijd leuk als EXO erbij was bij deze. Er was altijd problemen. En je moest telkens keer terug naar de Discord server gaan voor die problemen dan op te lossen. En dat werd dan ook vermoeiender. En dat kwam ook integraal helemaal terecht ook voor jullie, ook voor de vloggen en al. Ik was meer bezig met Discord dan als voor YouTube filmpjes te maken. Bij deze. Boef had zelfs veel donaties gedaan en was hier eerst niet welkom. Ik had die per ongeluk gebannen. Daar heb ik ook al
uitgesproken met Boef en al, dat is allemaal besproken. Hoe komt dat dan? Ik vind dat Shift een tweede kans verdient. Dimi heeft dat ook gekregen van Bea. Dus al uw vragen wat jullie hebben gesteld... Nu zijn ze tegen ons aan het uitvliegen. Hoe dan? Wacht, hè. Eens even kijken. Ik ga helemaal eens naar onder scrollen. Ik ga de laatste zin van Bea. Er was toch veel ruzie in de andere server. Dat klopt. Maar kwam dat door hun of door Dimi zijn gedrag? Het is makkelijk om iemand te steken natuurlijk en niet naar uzelf te kijken. Wij waren echt moe. Wij waren op. Wij waren volledig op met die Discord server. Onze gezondheid ging daar ook achteruit. Dan Paul. Ja. Weg. Even tot zo. Nee. Ah, oké. Okay. Hallo. Ja. Ik wil mij even nieuw beeld doen. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Oké. Okay. Dus... Paul, 18 jaar Pokémon Go. Dimi kwam nooit online en liet wel veel mensen in de steek. Maar ja, het is een fout van Danny en Shift volgens jullie. Jullie doen nooit iets fout, hé Bea en Dimitri. Shift en Danny zaten elke dag naast hun wijkleven online op Discord met vrienden te praten. En nu zijn ze verbannen. Er was altijd wel iets met die Danny. Er was altijd wel iets met Exo ook. Bij deze... Ik mis Shift en Danny wel een beetje. Sorry, Dr. Reuzen, ze zijn niet meer welkom bij deze. Hoe denk je dat ze hun voelen? Je hebt hun leven deels kapot gemaakt. Dat is niet waar, ze hebben deels ons leven kapot gemaakt, want wij waren echt gestresseerd. Wij wisten totaal niet meer wat we moesten doen. Noem maar op. Ik denk niet dat ze dat iets kunnen schelen. Ja, wat, dat kan ons wel schelen, maar hun moeten ook weten hoe wij ons hebben gevoeld. Wij hebben elke dag moeite gedaan om die chat terug in orde te krijgen, op stelte te krijgen, dat dat een gezellige chat werd, maar het lukte ons niet bij deze. Omwille van dat hun telkens keer echt heel, heel, heel moeilijk deden. Ik doe ook wel eens dingen fout, dan geef ik het wel eerlijk toe, ben niet zo gelijk anderen die daarover gaan liegen. Als het niet om hen gaat. Danny, dus Paul, 8 jaar Pokémon Go... Danny, Shift en Exo gaven hun fouten ook toe. Nu zijn ze er niet meer door jullie. Ik mis Shani enorm. Hij is vertrokken omdat hij verwaarloosd werd. Shani is nog altijd welkom op mijn Discord server, ook op de nieuwe. Shani ook inderdaad een beetje. Shani was ook een leuke mens. 4 van mijn beste vrienden, weg door Dimi. Tommy, ja, het ligt aan die 4 mensen, niet aan... Die ene Dimi, ze allemaal gemeen hadden. Repelsteeltje, ik heb nog vaak moeilijk omdat Shani weg is. Ben ik eerlijk in. Tommy, het is duidelijk als je het mij vraagt. Paul, ik vind het unfair dat Dimi hier nog steeds maar 4 aan, de 4 anderen niet en ook geen 2 de kans krijgen. Want deze Discord gaat over nieuwe kansen krijgen, zo begrijp ik het toch. Discriminatie, racisme, wie weet. Ik denk zelfs als ze een nieuwe kans zouden krijgen, dat ze niet echt een nieuwe kans zouden krijgen, snap je? Rebelshell Jules, Jules Soers mis ik ook, die is ook altijd welkom. Ik denk dat hij niet weet dat er een andere Discord server is. Ik heb het al heel vaak in mijn vlogs gezegd dat er een nieuwe Discord server is. Waarom werkt mijn micro nu niet? Dat weet ik niet. Hallo? Waar moet ik nu weer kijken? Kijk eens hier. Dan moet je zo test drukken. Test. Dat lukt niet. Dan moet je even naar instellingen gaan. Hier. Hallo? Naar instellingen. Ja. En dan naar voice en video. Ja. Input, microfoon, voilà. Test dan, let's check. Test. Ja. Hoor je ons nou? Nu moet je dat vragen. Hallo? Nee, wacht. Ga hier...
ben even in mijn schat even dat leren Discord gebruiken. Hier, user, en dan opnieuw naar voice. Ja. En dan zet je, ga ik even naar onder. Zeg je automatisch dit eruit. Ja, en dan helemaal uit. Voilà. En dan horen ze ons wel. Hallo? Wacht. Hoor je mij nou? Oké, ik ga even met hem praten erover, hè, schat? Ja, oké. Ja. Dimitri is zijn vlog aan het uitleggen, omdat het eigenlijk ook een heel lang verhaal is vanwege Shift en... Ja. En... de rest wat jullie ook hebben opgenoemd. Ik vind het dan ook heel fijn als jullie dat ook zouden zien. Omdat wij hadden echt heel veel stress op het laatste moment. Van eigenlijk van al die ruzies op de andere server. En ik weet dat hun daar spijt van hebben. Maar hun weten niet hoe het voor ons voelde. Voor een Het ding is eigenlijk van dat er veel mensen, of ja, Shift en Danny, die Shift was echt opdringerig, die wou heel de tijd dat Dimitri iets deed. Met Danny was er altijd ook wel iets aan de hand waardoor hij boos werd en zo kwam er telkens ruzie en daar hebben we geen zin meer in. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar hoeveel kansen kunnen we hem nog geven? Want we hebben hem ook al veel kansen gegeven. We hebben hem daar ook op privé op aangesproken. Maar mensen, ik ga hier de vlog beëindigen. Ik ga even naar de andere kamer, dan kan ik het beter afsluiten. Ik denk dat we dat zelf niet hebben, want... Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op het kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online is gekomen. Bij deze zie ik jullie allemaal morgen terug. En het is weer al een redelijke lange praatvlog geworden. Over, jawel, weer al over Discord. En ik wil dat dat stopt nu. En ik wil nu terug goede vlogs gaan afleveren. En niet meer... over Discord. Oké, Discord is wel leuk en al, maar we willen geen ruzies meer op Discord en al. Wij willen terug gelukkig hebben op Discord. Wij voelen ons nu terug gelukkig. Dat gaat ook te goede komen voor de vlogs. En ik ga sowieso ook nog één ding zeggen in mijn vlog. Ik moet overmorgen terug gaan werken. Dat betekent dat de vlogs gewoon blijven doorlopen, dat er geen lockdown komt van Psycho TV. Dus dan ga ik nog altijd zeggen wat ik daar allemaal heb gedaan. Maar ik pak ook sowieso mijn laptop mee. En dan kom ik ook misschien nog wel op Discord tijdens mijn werkuren. Bij deze. Hallo allemaal en welkom op de reactievideo. Deze keer wel al dat het geluid al oké is. Ik hoop dat de beeld mee gaat werken. Dus poging nummer 3. En als het niet lukt, ja, bij deze hebben jullie al een klein voorstukje. Dus dan knip ik dat er net iets uit. Jullie zien Discord server openstaan. Dus ik ga het dus proberen. Dus Danny TV heeft dus een link gestuurd over de Brotherstop. Ermee Acid en Celine Michel te haten en te pesten. Dan heb ik dat hier ook al opengezet bij deze. Hoi mensen, welkom bij de Brothers. Wij hebben een korte mededeling over Celine en Michiel en Acid. Wat wij niet vinden kunnen is dat Acid 2 Celine en Michiel uitschilderen. Dat is gewoon niet leuk en ik hoop dat Acid dat goed in zijn kop steekt. Sorry, gewoon echt niet thuis. Dat wordt gewoon niet gewaardeerd. En ja, stop gewoon met die haat op Celine en Michiel, want Celine kan betere video's. Celine en Michiel kan betere video's 10 keer maken. Betere video's maken, 10 keer beter. Dan Acid. Dus ja. Dus we willen. Hier proberen ze Acid dus aan te vallen. Omwille van dat Acid tegen Celine en Michiel uit is gevlogen op YouTube. Maar Acid, oké. Die wil altijd wel een stap verder gaan, maar net niet die stap te zetten van cyberpesten. Dit is nu een klein beetje anders uitgelopen, maar mensen stop ook op de kap te zitten van IJzer. Geef die jongen ook rust, alstublieft.
Want hij wil heel mooie YouTube-filmpjes maken voor jullie. Hij steekt er ook zijn tijd in en al bij deze. Dus laat hem ook dan met rust. Bij deze. Dan gaan we door naar de volgende filmpje. Aan de Smirnoff Ice Case Remarsma Vlog 3. Deze is ingestuurd door Boef, dacht ik. Eens even kijken. Door Boef. Dan gaan we eens even naar kijken. Ze willen even lekker die Smeerdorf. Ze willen even lekker die Smeerdorf. Lekker, Smeerdorf is lekker. Oh ja. Hey hallo, welkom bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag vrijdag, het is weekend. Ik ben blij dat het weekend is weer. Één. Het is zeer close-up gefilmd, dat vind ik. Twee. Met een standaard intro via Windows Movie Maker gemaakt. Als je niet anders kan, is dat heel mooi meegenomen. Drie, geen echt een harde intro nemen, een zachte intro. Dat is mijn gevoel van het filmpje. Dan gaan we door naar de volgende filmpje, die is ingestuurd door, ook door Boef. Dat is de Tosti 3.0, daar gaan we ook eens naar kijken. Dus dat is even lekker, geen Tosti maken weer. Dus ik hoop dat het nu goed gaat komen. Daar vind ik dus vies, hè. Dat die poes aan de boter zit. Eeuw. Een nieuwe vlog, nee, niet de vlog, een kooplog van mij. Even een Tosti maken kun je. Ik denk hier in een Tosti. Dus een Tosti weer maken. Tosti 3.0. Dus dat gaat weer goed komen. Dus ja. Een Tosti hier. Kaas heb ik hier. Ook heb ik hier ook nog. Hier heb je dus ook al een reactie. Die poes komt gewoon op het brood. Eeuw. Dat vind ik dus echt vies. Vies. En nee, daar wil ik dus echt niet meer verder naar kijken. Wow. Dat tijdens mijn reactievideo. Moest eens lachen. Oh, je ruikt goed. Ah, mijn deo. Dan. Of je ax. Ik zag ook dat net dat stuk tv heeft geüpload. Dan gaan we door naar de volgende filmpje. Deze is ingestuurd door Shift Happens. Gaan we eens even naar kijken. Slayer. Halo? Heel goed gedaan met deze chat hier. Let's go. Met de Queen Screen spelen. Want dat is helemaal weggevuld door de Queen Screen. Het achtergrond van mij, zo gelijk dit. Dat heeft hij niet. Dat is heel mooi gedaan. Ik geef dat eerlijk toe. Het spel is heel duidelijk zichtbaar. Hoeveel donaties dat hij ook al heeft binnengehaald. Staat ook in beeld. Zijn YouTube kanaal staat ook mooi in mooi in beeld. Dus dat is echt heel mooi. Ik heb hier niks op aan te merken. Dus heel goed gefilmd. Een heel mooi filmpje. Bij deze. Dan gaan we door naar UFO Piloot originele versie. Deze is ingestuurd door Shift Happens. Hallo jongeman. Hoe heet u? Ik ben Betty Schirgel. En wat voor werk doet u? Ik ben UFO Piloot. Een UFO-piloot? Waar komt hij vandaan? Van Era. En wat is Era precies? Dat is een planeet in het derde daluniversum. En wat is het derde daluniversum? Kunt u dat voor me uitleggen? Want dat snap... Wij leven in het zesde daluniversum. Ja? En daar is het derde daluniversum. Want u wijst omhoog, waar is dat dan? Ja, die kant op ongeveer. Dan. Waar heb ik hier op aan te merken? Niet veel. Het is een heel oud filmpje van 2011. Dat is wel ook wel een rare dude. Dus die precies van een ander universum komt.
Universum. Oké, bij deze. Dan gaan we door naar de volgende filmpje. Dat is Ozzy Osbourne. Fine. And only Ozzy Osbourne. Good evening, Ozzy. What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Fine. The one and only. Oké, was daarop aan te merken. Wel van dat, dat er iets mis is met... Iets mis is met het uiterlijk? Nee. Het is misschien een misgroeiing in het lichaam en al, waardoor... Ja, ik vind het heel erg dat zo mensen op internet terechtkomen. En dan ook integraal worden uitgelachen. En zo ben ik niet. Ik vind het erg wat die jongen heeft meegemaakt. Ik weet het niet wat voor ziekte dat hij heeft. Het is nooit leuk als je zo'n ziekte hebt of zo. Nee. Hier heb ik dus niks op aan te merken. Dan 5 euro op je move. Van wie kwam dat eigenlijk? Van Shift Happens. Dan gaan we nog eentje van Boef. Mijn vuilnis zakken. Maar nee, ga allemaal vuilnis zakken. Ja. Woon allemaal vuilnis zakken. Ja. Hé? Vieze tyfus, maar je. Nou ben je er gisteren ingekomen. Oh. Nou heb je 200 in je mik gedaan. Je had 500 bij je gisteren. Waar zijn die andere 300 dan? Moet ik hier op reageren? Ik weet het niet. Ik wil ook heel eerlijk ook zijn, mensen. Ik ben er eigenlijk heel slecht in reactievideo's te maken. Ik kijk gewoon. Ik heb er eigenlijk bijna nooit geen eigen mening over. Ik kan hier ook geen mening over geven bij deze. Dus ja. Ja, ik kan er geen mening over geven. Hier, ultieme internetgekkies, compilaties, van wie komt dat nu weer? Oei, hier staat geluid uit. Wat heb je? Ik ben helemaal niet beeldgenicus. Nou, een lamp. Victor Brandt. Victor Brandt? Ja. Zijn gewoon homo's. Ik moet aan mijn werk. En? Je wordt aan. Kan dat? Ja, heb ik je vrij. Ik mag doorrijden. Oh. Ja, het is een compilatie. Ja. Van internetgekkies. Heel leuk om te kijken. Ja, bij deze. Ik hoop niet dat jullie dit saai vinden hoe ik reageer. Ik weet niet anders hoe ik moet reageren. Bij deze. Hier, puur ruzie gaat compleet fout. Heftige reactie. Eens luisteren naar. En deze komt van. Ook van Boef. Ik denk dat jullie echt hulp nodig hebben. Jullie hebben echt hulp nodig. Doei! Hij leeft in de baan weer. Jullie hebben hulp nodig, echt. Wat ik hier alleen kan opgeven als reactie is... Een zeer slecht gefilmd. We zien alleen maar een borstel, een toilettaske, een busje. En, dan dat, en je hoort alleen maar dat er ook een ruzie is. Als je zoiets gaat filmen... Neem het dan als audio op en gooi het op een audio website en niet op YouTube. Zoiets hoort niet thuis op YouTube. Bij deze. Voldak. Oh, wacht even. Oké, en hij de drugs op. Voldak. Hij de drugs op. 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 Yo, ik zie je zo. Ik drink water. Ik zie je later. Yo. Dank je. Yo. Ik zie je zo. Ik drink water. Ik zie je later. Yo. Ik zie je zo. Harde drugs. Op. Harde drugs. En nog een high five. Op. Harde drugs. Op. Harde drugs. Op. High five. Yo. Ik zie je zo. Ik drink water. Ik zie je later. Yo. Jongens, ik moet er naar...
Oké, dat is heel raas, ja. Hier kan ik dus geen reactie op geven. Alleen kan ik wel als reactie op geven, het is in het recht gefilmd en niet in het lang zo gefilmd. Bij deze, dat is mijn reactie hierop. Dan gaan we naar de, van wie kwam deze filmpje? Kwam ook van Boef. We gaan ook naar de volgende, is ook weer al van Boef. Maar meneer, wat is het probleem dan? Niks. Ik wil niet gefilmd worden. Moe van weer het ding. Ja, maar u komt zelf naar ons toe. Ik mag hier toch rustig slaan, dit is een openbare weg. Ja, en wij staan hier ook op de openbare weg, maar u komt zomaar naar mij toe met het apparaat. U zegt ik blaas hem op. Je krijgt van mij 8 punten en 3 strepen. Ken je morsen? Oké, ik ken geen morsentaal, maar... Oké, als iemand niet wordt gefilmd worden, dan... Ja... Moet dat ook, ja, dan hou je daar ook rekening mee bij deze. Dus hij wil niet gefilmd worden. Oké, dan gaan we door naar de volgende filmpje. Want ik wil ook niet in problemen geraken. Want dat is van deze is binnengekomen van BRNT. Ik ga ook niet te ver laten horen, want ik hoor dat er ook muziek in zit. Ik weet niet als dat copyright of niet copyright music is, daarna ik het ook afzet. 1. Het is al tegen de belichting ingefilmd. 2. Het staat op een redelijke afstand waar je dus niet meer echt kan merken als het echt is of zoiets bij deze. Dan hebben we hier een filmpje van Donald Trump. Zeer schone intro. Je ziet ook echt dat het Trump is, maar dan in animation stijl. Bij deze. Heel goed gemaakt, heel schoon. Ja. Dan Gabbers uit Scherpenheuvel, man bij hond. Dat vind ik dus ook weer al net niet kunnen, omwille van je dat weer al af van je televisie. En dat is ook eigenlijk niet de bedoeling, wat ik ook wel eens in het verleden heb gedaan bij Spoed. Waardoor je dus eigenlijk heel slechte beelden krijgt. Deze is binnengekomen ook van Boef. Dus even eens bekijken. Ja, je ziet het daar al. Ja. Je ziet niet echt de gezichten. Je ziet dat ze wat aan het springen zijn, wat aan het grabberen zijn. Oké. Dus echt heel slechte beeldkwaliteit. Ja, dat is wel van een filmpje van 2008. Dus in die tijd had je eigenlijk nog altijd maar low quality. Dan gaan we door naar de Marokkaanse Lonsdale jongeren. Sketch Citière. En dat is ook binnenkomen van Boef. Het is zonder vooroordelen en het is dan ook geen verrassing dat ook de allochtoon niet terugdeinst voor een stevig potje racisme. Dat kunnen wij constateren na een schokkende reportage over Lonsdale, Marokko. Hier... 1. Ik zie dat het al van de televisie is afgetapt, weer al. Dat is toch niet eigenlijk logisch dat YouTube-kanaal kunnen aftappen van andere websites. Zo gelijk, je kan ook aftappen van VDM Go, ga ik het dan ook opzetten op mijn kanaal? Nee, dat doe ik dus niet meer. Ik heb dat ook vroeger gedaan, maar dat doe ik bij deze niet meer, omdat ik geen claim wil hebben bij deze. Ja, meer heb ik daar niet om aan te melden. Dit is wel van de officiële kanaal Omroep Poland News.
deze kamp ook weer af van Boef. Blijkbaar van Blauwen was je niet dom. Oké. Okay. Het grote nieuws is uit en we kunnen allemaal weer rustig slapen. Van Blauwen word je niet dom. Maar iemand wist dat natuurlijk al lang. En dat weer Twitter G. Snap je G? Of van Blauwen word je niet dom. Hoe onderzoek je zoiets? Je kan dat niet zoeken. Oh, hoe ga je zoeken daaronder? Kan toch iemand zijn IQ meten? Wat is dat? Je IQ? I. Ja, IQ. Daar kun je meten of hoe slim iemand is. Oké, okay, geef me meten dan. Nee. Je wordt niet dom. Je wordt alleen maar wijzer, G. Dat is veel sneeuw, hè? Koud, hè? Fucking koud, G. Welke slim... Oké, dan. Wat moet ik daarop aanbrengen? Ik weet het niet. Mensen, ik kan u één ding zeggen. Ik voel me hier niet goed bij, dus om reactievideo's te maken... Ik weet niet hoe ik moet reageren. Ik wil het doen, omdat jullie het wel vragen. Maar ik weet niet hoe ik daarop moet reageren op die video's. Ik vind... Wel, vinden jullie dit al tof hoe ik al heb gereageerd in om de beide 18 minuten? Ik ben heel eerlijk, ik weet niet hoe ik moet reageren. Als iemand mij dat kan aanleren of zo, graag kom dan maar eens af. Laat iets weten of PM mij op Discord of stuur een mail naar info@sagotv.be. Als je erover open staat, voor mij toch daar eens in te begeleiden hoe je dat eigenlijk juist moet doen, zo'n reactievideo maken. Bij deze, ik ga dit afronden, want ik voel me daar zelf momenteel niet goed bij hoe ik momenteel mee bezig ben. Nee. Bij deze. En bij deze ga ik ook mijn vlog beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte als er een nieuwe video online komt. Bij deze, ciao. Nog iets, nog een kleine toevoeging aan mijn vlog. Richting shift. Ik heb shift per ongeluk, dus het was niet voor expres, een boef genoemd. Bij deze, hopelijk dat mijn excuses nu zijn geaanvaard, dat dat ook in mijn vlog staat. Schat, moet je nog... Schat. Dat is koud, hè? Niet erg. Ik heb geen opwarmen via de microfoon. Jawel, dat kan. Dus nogmaals, sorry, shift happens, dat ik u een boef heb genoemd. En zo was dat niet de bedoeling bij deze. Hoop ik dat de excuses nu zijn geaanvaard. Ik heb ook de vlog in elkaar gestoken al. Zonder deze fragment. En ik heb al gezien dat het al 1 uur en 2 minuten heeft geduurd. En het vlog gaat nog langer duren. Nog langer. Ik ben nu even mijn schatje haar koffie aan het opwarmen. En bij deze sluit ik nu wel helemaal af. Tot morgen, joe. Doei. Wow, 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 wow. Zeg het nog een keer. Doei. Voilà. Nog een keer? Nee. Tjee, doe me toch. Tot morgen. Salut.